goed, het zal een hele lastige wedstrijd zijn, dat weet je gewoon. Het is een eredivisieclub. Tempo ligt iets hoger dan in de Jupiler League. Zeker het baltempo daarin. Nou, dan gaan we kijken hoe we dat morgen doen. Vorig jaar in de eerste ronde van de beker Ajax uit, nu in de eerste ronde Heerenveen uit. Het heeft de Graafschap niet echt geluk gebracht, hè, die loting? Nee, die lotingen zitten wat dat betreft niet mee. Goed, Heerenveen uit, ja, lastig, maar... Het kan een mooie wedstrijd en we willen er een mooie wedstrijd van maken. En dan gaan we kijken wat het eindresultaat wordt. Ik denk dat we het heel lastig gaan krijgen. Dat kun je van tevoren wel verwachten. Maar uiteindelijk moeten we gewoon compact gaan spelen. En vanuit die momenten moeten we een keer uit kunnen breken. En ja, vooral niet te gek gaan doen, zeg maar. Niet zoals in de Jupiler League zetten we veel druk, hoog druk. Ja, als je dat tegen Heerenveen constant blijft doen, dan weet je dat de gaten groot worden. En dat dan makkelijk voetballen wordt voor Heerenveen. We zitten een aantal dagen na de vorige wedstrijd. Betekent dat nog dat je spelers rust gaat geven? Of gaat kijken of je spelers eventueel kan sparen? Daar zullen we wel naar gaan kijken, ja. Dat klopt. Want is de opstelling al bekend? Nee, die is nog niet bekend bij de groep. Waar hangt dat nu nog vanaf? Zijn er nog pijntjes die eventueel meespelen in die beslissing? Nee, het hing af van hoe de training is gegaan en op basis daarvan gaan we straks dat bespreken en dan maken we de keuzes. Ik voel mezelf, moet ik zeggen, fit al naar vrijdag. Ik heb geen last van kleine pijntjes of zo. En als ik zo de geluiden hoor binnen de groep, dan voelt iedereen zich nog fit. Dus we zullen zien hoe we ervoor staan morgen. Dat betekent dus ook dat de concurrentie komt op jouw plek? Daar komt ook concurrentie op, ja. Ja, dat is alleen maar goed, toch? Wat is jouw favoriete verdedigende duo bij de Graafschap? Als ik er zelf maar bij zit. Ik heb absoluut daar zin in. Het zijn mooie wedstrijden, toch ook door de week wel. Zeker tegen Heerenveen, dus wij gaan ervan genieten. Dan een wedstrijd tegen Heerenveen in de eerste ronde. Vorig jaar Ajax in de eerste ronde. Het wil ook niet zo eigenlijk, hè? Ja, Ajax eerste ronde is geen schande dat je dat meteen weer eruit legt. Maar de Heerenveen zou het ook geen schande zijn. Maar we willen natuurlijk zo lang mogelijk in die beker blijven. En misschien kunnen we een keer doorbreken dat we wel cupfights worden dit jaar. Maar Heerenveen is niet... onaantastbaar. We kunnen heus wel van Heerenveen winnen. Alleen we moeten wel op ons top spelen. We moeten allemaal 100% zijn, anders gaat het echt niet lukken.